eens achter die stenen, misschien liggen daar eitjes. Achter die stenen. Wacht. Daar achter die hoofdstenen. Ik heb nu heel voorlopig het ding buitenop gestaan. Ik heb geluk, want ik heb dit gebruikt voor de wifi verbinding eigenlijk. En het bereik is blijkbaar genoeg om tot daar te geraken vanuit van thuis uit. Genoeg voor dat ding. Maar ik heb wel al gemerkt dat het voor mijn telefoon niet voldoende is. Nee, dat ik daar geen wifi ontvangst meer heb, dus ik moet hier even de instellingen doen voordat ik naar daar loop. Dit beeld is eigenlijk het beeld van in de serre. Dus daar zie je, ja, nu zitten de kippen niet binnen, maar moesten ze binnen zitten, dan zou je dat daarop zien. Je ziet wel het voedersysteem. En dan heb ik hier, als ik hier een request naar doe, dan gaat hij 10 keer. Ik heb al gemerkt trouwens. Ja, misschien dat je het ziet draaien hier op de beelden. Het is een heel laag frame, maar ik ga ook vooral naar daar proberen gaan om het daar te laten zien. Ik heb wel al gemerkt dat als ik het systeem in gang zet, dan de kippen direct de serren uitvliegen. Dus het zal een beetje te veel lawaai maken voor hen. Maar ze komen wel terug en ze vinden het eten wel. Kijk, nu ligt er eten klaar op de grond. Je kunt gewoon zien dat ze er al gepikt hebben ook. Kijk, daar ligt het nu klaar. Je ziet dat ze al mooi gescharreld hebben vandaag daar. Het is nog een voorlopige opstelling, want nu op dit moment zit de zon er wel volop. Ik heb net niet dat veel, 0,2 ampère levert dat. Daar ligt het zonnepaneel. Maar de zon gaat eigenlijk, komt daar op en gaat zo rond. Dus nu krijg je het alleen maar 's avonds voeding, wat dan niet ideaal is. Ik ga denk ik ofwel hang ik twee paneeltjes, één daar en één daar. Maar eigenlijk zou het beter zijn moest ik hier een paneel hebben. Dus ik denk eigenlijk dat ik heel de opstelling elders ga doen. Ik ga eens snel proberen of ik hier nog ontvangst heb. Maar ik dacht het niet. Met een beetje geluk kan ik hem triggeren vanaf hier. Oh nee, verbinding valt juist weg. Misschien buiten. Ik ga hem denk ik daarop stellen. Nee, het probleem is, de verbinding is zodanig slecht hier dat hij volgens mij op de 4G gaat en dan vindt hij dat natuurlijk niet. Nu heb ik hem net kunnen triggeren. Ik weet niet of je iets gaat kunnen zien. Je moet op zijn minst kunnen horen. En volgens mij, inzoom uit graanoxylijn. Ja. Dat stopt. Alternatief is dat ik het daar tegen in de kot heb. Hier opzij.
omdat ik het dan kan bijvallen, de camera op de eitjes kan richten, de eitjes kan komen aan en dergelijke meer. Wat voor de kippen? Dat ze kunnen eten krijgen. Papa, ik wil een kippen op. Nee, maar laat ze nu maar een beetje met rust kippen. Nee, ja. Ik wil daar. Goed te zien. Maar ik kan het hier kijken door het poortje kijken. Door de draad. Ik zie het niet goed. Het is net gestopt. Ik zie niet zo goed. Het is net gestopt. Maar ik zie het niet zo goed. Het is net gestopt. Ik zie het niet goed. Het is net gestopt.